De 28-jarige verdachte op de moord op Frans Lohmeijer uit Tilburg is vrijgesproken. Dat maakte de rechtbank in Breda maandagmiddag bekend. Lohmeijer werd in juni 2009 in de Tartini-straat doodgeschoten. Justitie eiste dinsdag nog 15 jaar celstraf tegen de man. De uitspraak stond eigenlijk gepland voor volgende week dinsdag. Maar de rechter vond dat de twee getuigen de verdachte onvoldoende hadden herkend om hem te kunnen veroordelen. En kwam daarom nu al met een uitspraak.